Ja, weet je wat nog verdachter is? Nou. Dit boekje. En die zijn jullie kwijt, of niet? Die kunnen jullie niet vinden, hè? Nee. Kom hier aan. Oké, okay. Het plan is dus als volgt. Ik heb mijn kasboekje mee. Kas week 44 staat natuurlijk in 2,5 miljoen. Dat hele, eigenlijk al het geld wat ik gejat heb. Dit is het bewijsstukje. Precies dit. Ik ben lekker in Sunnyvale. Ben ik naartoe gereisd om vanaf hier naar Atlanta te gaan. Want daar hebben ze een CIA-kantoor. Ik ga liever niet naar downtown. Loopt daar wat te veel agenten over straat. Als ik het hier in de plomp zou gooien, plop. Zo, alsof ik nou dit patatje gooi. Huppakee. Niemand die het gaat vinden. Dat verdwijnt daar onder het zand. En het bewijs is weg. Maar, en nou komt ie. Ik wil niet dat het bewijs weg is. Ik wil namelijk opgepakt worden. Met zoveel mogelijk mensen. Het liefst publiek erbij. Het liefst met 20 agenten die het allemaal kunnen zien. Dus wat ik ga doen. Ik heb het Robert een sms'je gestuurd. Ik heb gezegd van, yo. Ik ga even naar de CIA. Ik weet dat zij een lopend onderzoek hebben. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon vragen tegen mijn ex-collega's. Sip Monkey natuurlijk, onder andere nu. Misschien kunnen we nog heel veel meer vinden. En ga ik zeggen, hey, jullie hebben onderzoek naar mij toch? Laat het maar even weten. Nou, en als ze dan zeggen van, ja, dat klopt, David. Het gaat daar en daarom. Misschien kan ik er wat mee. En als ze zoiets van hebben van, yo, het makkelijkste natuurlijk is ze gewoon uitlokken. Waar hebben de politie een hekel aan? Uitlokking. Dus als ik gewoon zeg van, yo, help me even, joh. Wees nou even gewoon lekker corrupt. Dan gaan ze zeggen, nee, echt niet. En dat boekje, lever die maar even in. Nou, ik weet nog niet wat ik dan ga doen, want dat is dan waarschijnlijk celstraf. Misschien als ik dan ga vluchten. Dat ze, ja, dat moet wel. En dan laat ik me expres pakken. Dat is het plan. Om in de prison te komen. I know. Heel veel van jullie hebben zoiets van, ik wil niet in de prison. Nee, maar ik dus wel. Het is echt letterlijk de bedoeling. Dit is Paradiso en Luxury Reef. Mooi vliegtuig, maar die moeten we niet hebben. We moeten naar Atlanta. Dat is denk ik een stukje verder. Nou, daar is Atlanta. Oké. Okay. Als we maar naar Atlanta zijn, begint de tijd dus te tikken. Ik wil publiek hebben. Ik wil dat mensen het zien. Ik wil actie, spanning, bedreigingen. En ik ga proberen te vluchten. En ik denk dat ik dit boekje gewoon aan ze ga geven. Van, kijk, alsjeblieft, die had ik nog. Daarin staat hoeveel geld er gejat is. Dan gaan alle vingers naar mij wijzen. Ik weet het zeker. Oké, want ze hadden tot nu toe geen bewijs meer voor mij in ieder geval. Dit is hem. Naar Atlanta. Oh, ja, let's go. En vliegen. Lekker snel gevlogen. I like it. En we zijn inderdaad hier in Atlanta. Ik moet dat boekje nog niet in mijn hand hebben. Technisch gezien word ik niet gezocht momenteel. Robert heeft de aanklacht ingetrokken van mishandeling. Dus daar heb ik geen problemen mee. Het enige wat er nog is dat geld. Nou, diefstal zal vast een straf op staan, maar niet zo erg als doodslag. Ik zie dat trouwens agenten. Oké. Nick, onthoud David, niks aan de hand. Je hebt niks gedaan. Je kan gewoon doorlopen. Zitten me wel een beetje in de gaten te houden. Oké. Okay. Ja, ik ga gewoon naar de CIA, jongens. Hallo. Dag. Creepy. Ik kan het ook al. Dit is tenminste duidelijk. Maar ik zweer het je dat een paar dagen geleden dat ik dacht dat de CIA achter me aan zat. Of niet eens achter me aan. Ik zag inanimators letterlijk. Het was een CIA-agent. En voor mij waren het er heel erg veel. Is het Police City of zo? Hier heb je nog meer gasten. What the hell? Ook die draaien zich een beetje om. Oké, okay, maar maakt niet uit. Al loop ik in een valstrik of iets dergelijks, het geeft niet. Dat is gewoon precies de bedoeling. Ik wil dit boekje inleveren. Ik ben heel benieuwd of ik... Wat ook nog kan, trouwens, is dat we Sip Monkey wel zover krijgen om gewoon te zeggen, oké, David, je bent mijn ex-chef. We kijken voor een keer de andere kant op. Kom erop met het boekje. We versnipperen hem. En is het klaar. Dan is er helemaal niks meer aan de hand. Nog meer agenten. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Normaal gesproken zie je alleen maar derps van Atlanta. En nu zie je vet veel agenten. Heb je ooit zoveel agenten gezien in Atlanta? Dan zou er nooit meer criminaliteit zijn. Nog meer. Doe even normaal zeg. En daar nog eentje. Dag agenten. Hallo. Hallo. Ja. Goeiedag. Ja, precies. Oké. Okay. Fijne dag, hè? Ja. Oké. Okay. Mooi. Dat is wel een echte elite agent, die Iceman. Zie je dat? Die is wel echt elite, hoor. Oké. Okay. Het CIA-gebouw. Een nieuw gebouw. Toen ik CIA was, moesten we één gebouw doen. En Sip Monkey is er. En er is gelijk een tweede gebouw. Lekker dan. Ik weet niet waar ze het geld vandaan halen. Hier moeten we zijn. En ze zijn er. Dat is super chill. En we daar... Oeh, daar. Meneer. Hallo, David. Hoi. Wat kom je hier doen? Dat weet ik niet. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat jullie je ex-baas aan het onderzoeken zijn, bespioneren zijn. Dus ik dacht,
ik kom even met je praten. Je hoeft niks te zeggen, maar ik wil gewoon even weten wat er allemaal aan de hand is. Want ja, dat. Nou, kom maar even mee, dan houden we een goed gesprek. Goed plan. Ik zie veel nieuwe gezichten hier, trouwens. Ja, dat kan best, ja. Veel veranderd sinds ik weg ben. Nieuw gebouw. Is die andere weg? Nee, die andere is zeker niet weg. Oké, okay, jullie zijn gewoon aan het uitbreiden. Ja, verhoorkamer. Ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, maar dan kunnen we rustig praten. Oké. Okay. Is helemaal goed. Oh, ik ga wel even aan deze kant zitten. Oh, gelijk een collega erbij. Geen probleem. Dus vertel, jullie zitten iemand met de status van 2 keer ex-burgemeester. Eigenlijk 3 keer met Malibu erbij. Minister Binnenlandse Zaken, minister Economie, CIA-director. Oh, ik zal niet op de tafel staan, sorry. Die hebben jullie gewoon eventjes zitten bespioneren. Daar weet ik niks van. Oh, gaan we zo beginnen. Hey, vergeet niet dat ik Jan Maan heb gehad. Ik weet precies, vertel niks over lopend onderzoek. Maar je hebt het wel even tegen mij, hè? Ik bedoel, ex-CIA, ik heb toch wel een klein beetje het recht om dat te weten nu. Come on. Nee. Dat is heel jammer. Helemaal niks. Nee, want je bent nu ook geen CIA direct meer, hè? Nee, dat klopt. Ik heb alleen met jullie baas gesproken, met Robert. En die zei dat er een onderzoek lopend was, dus dan ga ik het voor je invullen. Met wat ik tenminste weet. Over dat ik geld gestolen zou hebben uit Greydale. Uit de gemeente. En daar weet jij meer van? Nee, dat zei hij tegen mij, dat jullie dat momenteel aan het onderzoeken zijn. Ontken je dat dan? Ja, dat weet ik allemaal niet. Wat doen jullie geheimzinnig? Ik ben gewoon jullie ex-baas. Je kan toch gewoon een klein beetje vertellen hoe het allemaal zit? Ja, inderdaad, ex-baas. Dat is heel wat anders dan nu, hè? Oké, nou... Wat ben je nu? Ik ben nu gewoon weer een heel eerlijke burger. Oh. Wat is veranderd, of? Ja, ik ben gewoon burger. Ik ben geen burgemeester meer, want ik heb de ontslag genomen. En Paul daarna was er geld verdwenen en kreeg ik de schuld. Ja, dat is ook wel heel verdacht, hè, dat hij opeens weg bent daarna. Ja, weet je wat nog verdachter is? Nou. Dit boekje. Ja, die zijn jullie kwijt, of niet? Die kunnen jullie niet vinden, hè? Oh, nee. Kom je hier aan? Nou, simpel. Die heb ik meegenomen uit de gemeente toen ik wegging. Mag toch? Ik was toen gewoon nog burgemeester, hoor. En dan denk je dat je dit nog in bezit mag hebben, iets wat van de gemeente is. Nou, maar daarom, en dat, ik wist niet eens meer dat ik hem had. Ik heb hem net gevonden in mijn oude schoenendoos, toen ik ging verhuizen. Want ik moet natuurlijk verhuizen nu in Greydale. En toen dacht ik, oh ja, dat stomme boekje dat ik per ongeluk in mijn tas meegenomen. Ik lever hem wel even in. Slim dat ik ben, doe ik dat niet bij Greydale, waar ik verdacht word van geld stelen door jullie. En lever ik hem gewoon even in bij jullie, in de hoop dat jullie dan een beetje snappen van... wat zit jij daar te noteren? Wat is dit, Sip? Hij is gewoon bezig. Ik lever gewoon een bewijsstuk in voor jullie. Dat is het toch gewoon. Meer is het niet. Dat is toch de goede plek om dat soort dingen in te leveren? Nou, er is net geld weg. Jij bent weg. En opeens heb je ook dit boekje. Vind je dit zelf niet verdacht? Ja. Als ik de CIA-director nog zou zijn, dan zou ik gelijk zeggen... Schuldig. Nou, dat lijkt me ook. Ik vind het nogal heel erg raar, David. Hey, Sip Monkey. Wat is er? Misschien heb ik dat geld ook wel gestolen. Dus je bekend. Wat ga jij er tegen doen? Nou, ik zou zeggen, als het zo is, dan mag je toch wel even blijven zitten. Dan moet je bewijs hebben. Ja, ik zit al. Nou, ik vind dit bewijs genoeg, David. Genoeg bewijs voor wat? Om mij op te pakken? Ja, om jou even vast te zetten, inderdaad. Het is een goed idee. Lijkt me helemaal goed. Laten we naar de cel gaan. Ben je zo enthousiast hierover? Gewoon. Ik vind het fijn om te zien dat mijn opvolger zijn werk goed doet. Oké dan. Dan mag je wel mee meelopen. Oké, met jou en Stijn. Ik vind het helemaal goed. Prima. Naar links, hè, is het? Het is hier. Ja, ik volg jullie wel. Ik ga redden. Dag, tot ziens. Hey, staan blijven.